Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mensen, jongens, dames, heertjes, meisjes, dames, jongens, vrienden en vriendinnen. Vandaag gaan we bierzuipen. Nee, ik wil graag gemonteerd blijven, want op de gek op jouw video's verdien ik al niks. Mensen, we hebben gemaild naar de VPRO en gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft ervoor zorgen dat ik geld krijg voor die video's, maar we hebben nog geen reactie. Als je het nog wil abonneren op mijn kanaal, kan dat zeker. Doe het hier beneden. Abonneer op mijn kanaal. We gaan super lekker. We zitten inmiddels op 460.000 abonnees al. Of in ieder geval bijna. Even kijken. Nee, ja. We zijn morgen zitten op... Als je dit ziet, hebben we al 460.000 abonnees. Mensen, we gaan richting die 5 ton. Ik denk niet dat dat kan. Maar als we voor 2000... Nee, dat gaat nooit lukken. Als we voor 2021 de 5 ton zouden halen, maar dat... Dat gaat denk ik niet lukken. Of ik moet een soort hele viral app verzinnen of zo. In ieder geval, abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan hoop ik dat er vandaag minimaal 1000 abonnees erbij kunnen krijgen. De vorige keer was dat dik gelukt. Dus dat is helemaal... Top. Mensen, vandaag gaan we kijken naar... Dit verdiende Koen en Kaasje Statement Slam. Oh, wat een originele vraag! Mensen, ik was laatst naar Slam en naar Statement. Ik denk dat de meeste mensen van jullie het wel kennen. Dit was vroeger, was dat zeg maar heel succesvol. Samen met Bram en met, oh, hoe heet zij ook alweer? Amber. Bram en Amber. En toen hadden ze waarschijnlijk minder budget. Dus nu hebben ze René en Willy. En aangezien de gasten ook flink naar beneden zijn gegaan, hebben ze uiteindelijk besloten om naar mij te komen. Fantastisch. Nou, en mensen, deze video staat in trending 24 en al 114k views. Ongelooflijk. Iedereen wil zien mij. Iedereen wil zien mij. Mij wil iedereen zien. We gaan vandaag kijken naar de statements. En ik ga wel iets meer uitleg geven als ik dat nodig vind op de statements van vandaag. Hi, ik ben Koen. Oh, ben ik lekker. Oh, powered by. Zien we dat staan ergens onder? Powered by Game Koning. Fantastisch. Dat is niet wat er echt stond. Maar ik ga geen reclame maken voor bedrijven die mij niet betalen. Voor even duidelijkheid. Dit is Willy. Dit is René. Dit is Koen. Dat ben ik. Oh, wat zie ik er goed uit. Besef even deze setting was echt ziek. Ze hadden dus helemaal corona-proof gemaakt. Ze hadden dus echt ver uit elkaar. Maar met editing konden ze het aan elkaar plakken. Echt ziek. Meen ik serieus. Echt fucking ziek. Kijk, dat is toch ziek dat je het zo kan editen dat het er zo uitziet. Ik vind het echt tof gedaan. Echt bizar. Echt heel tof. Zing nieuwe kaasje. Laat je worden voor Koen. Dankjewel. Al het publiek. Dank jullie wel. Ja, man. Uitzinnig. Niet zeggen dat het publiek is. Oh, sorry. Geen publiek. We gaan je een paar statements geven. Die lees je op. En dan geef je de antwoord op. Oké, is goed. Maar eerlijk. Dat is je moet... Honesty. Ja, nee. Ik ben altijd eerlijkheid. Daar sta ik op bekend, hoor. Ja? Ik moest eerlijk zijn, mensen, maar zoals jullie weten, ik ben altijd eerlijk. Geen gezeik, altijd eerlijk. Kaas heeft mij meer dan 50.000 euro opgeleverd. Deze vraag had ik dus echt niet verwacht. Dit is waar. Ja? Hoeveel dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik had in een paar video's terug dat ik gezegd dat het meer dan 45.000 was. Nou ja, die 5.000 kon ik dan ook wel zeggen. Wat een kut, dit is toch geen statement in. Leef jij van de advertenties in Kaas? Ja, nee, dit is een half jaar, hè? Dus ik leef al iets langer dan een half jaar. Holy shit, maak jij een halve ton in een half jaar met advertenties in een game? Dat is een ton op jaarbasis. Jij hebt toch knetterveel geld? Ja, dat klopt. Mensen, jullie trouwens iets weten? Willy Wartal heeft een telefoon met zo'n pennetje. En hij gebruikt het pennetje ook nog. Oh mijn god, wat een boomer, jongen. Het is ongelooflijk, die boomer. En waar geef je dat dan uit dan nu? Nu ga ik vertellen waar ik mijn geld van kaars aan uitgeef. Nou, ik ben aan het sparen voor een huis. Ik ben aan het sparen voor een huis. Ik ben fucking volwassen. Holy shit, ik ben volwassen, mensen. Ik ben volwassen. Je gelooft het niet, maar ik ben volwassen. Oh yeah, yeah, yeah. Maar jij woont gewoon in een vet huis met al die bankzitters. Klopt, maar dat huren we. Ga je ze verlaten of neem je ze mee? Nee, ga ze verlaten. Dus kunnen we lekker de tyfus krijgen. Bankzitters, als jullie dit kijken, jullie kunnen niet echt de tyfus krijgen. Dat is een grapje. Dat is echt een grap. Dat is gewoon een grap. Die hele kaasje game, dat is gewoon puur omdat Adam Mosse ooit een keer zei. Het gaat allemaal om kaasje, jongens. Uiteindelijk denk ik wel van mensen willen mij hebben bij hun dingen. Omdat ze het leuk vinden dat ik erbij ben. Maar uiteindelijk gaat alles om kaas. Dat verdomme, domme kaas. Volgende statement, mensen. Martin Meiland mag nu wel weer van tv. Martin Meiland mag weer van tv. Nou, mensen, zal ik je even vertellen? Martin Meiland, die kennen die wel eens van Chateau Meiland. Nou, en mijn mening ben ik het hier helemaal mee eens. Ik wil even weten wie dat is. Willy Wartal weet niet wie Martin Meiland is. Nou, ik had het al over wat voor boomer hij is. Nou, nu is het al bewezen. Wat een ongelofelijke boomer. Hij is van het Chateau Wijnen. Ik ken hem niet, wauw. Ik ben oprecht jaloers dat je niet weet wie het is. Ja, zie je het maar? Zet eruit even, mensen. René, hij is Ginger. Ik niet. Ik ben niet Ginger. Zie je dat? Kijk of in de comments er ook over gaat. Leuk dat Brent nu statements heeft gehad. Leuk misschien dat wel Edward 5 en de Ziggo dood. Toch wel het bewijs dat Koen wel degelijk een Ginger is. Koen is hier wel echt een ginger. Koen, onze favoriete ginger. Gast, wat is dit voor onzin? Leuk dat Koen ook een keer met zijn vader op de... God, gloei... Ik...
Kijk, een verschil nou! Het gaat dus over Martin Meiland. Nou, ik heb dus helemaal niks tegen die fan. Dat interesseert me echt geen donder wat hij doet. Maar ja, even. Ja, ik zeg het straks ook hier, maar... Omdat ik ben TV. De dagelijks hersencapaciteit kwijt aan het wegfilteren van Martin Meiland. Ik vind hem zo vervelend. Maar kijk je dat programma ook wel eens? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, nee, ik heb dat programma ook nog nooit gekeken. Dus ja, als mensen dat leuk vinden, kan mij het schelen als op tv. Even, wie kijkt er nog tv? Ja, ja, sorry, oude mensen. Oude mensen. Sorry dat ik van een andere generatie ben. Jezus Christus. Mensen die dit kijken, kijken echt geen tv. Nee, klopt. Mensen die dit kijken, kijken echt geen tv. Wie kijkt op tv? Alleen om voetbal te kijken. Voor de rest kijk je echt geen tv meer. Even serieus. Ik trek het niet zo goed dat hij van nul naar hypercommercieel overal ineens te zien is. Nu ook. Van nul naar hypercommercieel overal te zien is. Beetje zoals... Ik. Volgende. Vissen is geen sport. Nou, hier hoeven we echt niet lang bij stil te staan, want vissen is gewoon geen sport. Maar vinden mensen vissen wel een sport? Serieus? Ja. Mensen, vissen is geen sport. Even serieus. Je zit en je vis. Het is geen sport. En ik mag het zeggen, want ik sport niet, maar vissen is absoluut geen sport. Nooit gedaan? Nee. Niet gehengeld? Wel gehengeld. Ik ben dik, ik vind het een sport. Ja? Ja. Besef ook dat hij zegt, ik ben dik, dus ik vind het een sport. Zeker, het is toch ook heel moeilijk om een soort van... Ja, ik vind het wel wat. En darten? Voor dikke mensen wel, maar het is wel een sport. En voor dunne mensen? Nee, dat is een dart ervoor. Dikke mensen wel, anders worden voor dunne mensen niet. Nou, voor mij is het dus geen sport. De volgende statement. Ik laat mijn kind naar Royalistic kijken. Ik vond het wel leuk dat deze erin kwam. Ik denk wel dat ze een beetje research hebben gedaan. Dat vond ik wel lachen. Dat vond ik leuk. Ik laat mijn kind naar Royalistic kijken. Ja. Ja, ik ga heel eerlijk toegeven, liever niet. ik laat mijn kinderen eigenlijk alleen naar getekende Mongolen kijken. Echte mensen, dat liever niet. Nee. Alleen naar getekende Mongolen. Ik probeer ze wel gewoon op te voeden, zodat ze... Ik wil dat het weldenkende mensen worden en dat ze een soort van, weet je... Maar even voor mijn beeld, want ik weet niet wie Royalistic is. Is hij een YouTube Downie? Ja. Ah. YouTube Downie. Kijk, maar ik zat echt te denken van wat ga ik nu zeggen? Zo zou ik hem nooit noemen. Ja, dus dan had ik het goed gered van zo zou ik hem nooit noemen. Maar ja, toen... Maar je vindt het wel. Ja. Ja, niet heel slim. Nee, maar cool. Hij maakt video's op YouTube. Ja. En dat is het. Wat is zijn beste video? Hoe ga je mij vragen naar de beste video van Royalistic? Het enige wat hij post is potjes Fortnite. Jongens, de volgende statement. Er is leven na de dood. Ik wil ook weten wat jij denkt. Is er leven na de dood? Ik denk het wel. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Leven weet ik niet, maar er moet wel iets zijn. Zoals... Er moet toch wel iets zijn, mensen? Het kan toch niet dat je lekker loopt? Je loopt lekker zo, hey. En dan zo... En dat het dan weg is alles? Dat kan toch niet? Ik geloof er niet. Dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Ik kan me niet voorstellen dat je leeft en dan ben je dood, is alles zwart of zo. Ja, nee. Dat kan me niet voorstellen. Ik hoop dat. Ik heb autistische trek... Wacht, laat ik het niet zo zeggen, want dan word ik gememd. De statement is dat we autistische trekjes hebben. Ik heb autistische trekjes. Kijk, Willy geeft het al toe. Ik ben geen autist. Ik ook niet. Ah, dat kan niet. Jij moet een autist zijn. Ik ben fucking woke, hè. Ik ben geen autist. Nou, zo woke ben je niet. Want net zei je, na de dood alles zwart. Het is 2020. Ja. Ja. De volgende statement! Van de bankzitters ben ik de slimste. Oeh. Ja. Je bent altijd eerlijk, hè? Ik ben wel slim, maar ik ben niet de slimste. Wie is de slimste? Matty is denk ik de slimste. En wie is de domste? Ja, zeg maar, kijk, het is makkelijk om te zeggen wie het slim is, want Matt is gewoon slim. Matt is slimme gast, weet je wel. Hé, Matt, jongens, dit kijkt, shout-out naar jou, man. Ik geef je shout-out hier bij Slam ook, geen enkel probleem, jongen. Dat boeit helemaal niks. Domste daar tegen, daar hebben we een hoop van, namelijk de overige drie. Maar goed, weet je, het is lastig om een van je vrienden als domste aan te wijzen. Dus dat deed ik op deze manier. Je weet het wel. Ja, ik zit twijfel tussen twee, dus vandaar ik... Ik was aan het twijfelen, want ik dacht gewoon qua schoolniveau. En qua schoolniveau zijn Rob en Roel hebben HBO gedaan, wat absoluut niet dom is. Maar wel dommer dan Unie. Niet dommer, maar minder slim. Dus ja, daar was ik aan het twijfelen, maar ja, wat moeilijk. Nou ja, bijvoorbeeld eentje doet dus Unie. Milo is dat. Ja. Milo doet Unie en die doet toch een ware studie. Maar die doet de studie, dat is natuurlijk echt helemaal niks. Dat slaat nergens op. En die is ook 6 keer gezakt voor zijn rijbewijs. Want welke studie is dat dan? Ja, ik heb geen idee. Maar het is. Het is zo waardig, jullie. Ik heb geen flauw idee welke studie dit is. Maar in ieder geval, dit statement, want daar gaat het om. Dus jullie kunnen wel weer omheen lopen lullen. Maar dat maakt... Ik werd helemaal in nauw gedreven hier. Maar het ging om de slimste. En ik ben gewoon. Mensen, uiteindelijk gaat het erom. Moet je gewoon
erkennen ook sommige dingen dat je daar niet de beste in bent. En Matt, je bent lekker slim. En ik minder. Eigenlijk ben ik gewoon dom. En Matt noem ik altijd dom. Echt lullig. Matt, een beetje lullig van je, maar goed. Mensen, dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik was bij Statements. Dankjewel Slim dat ik mocht komen. Ik vond het erg leuk. Ik heb genoten. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. We gaan lekker. Ik heb leuke video's op de planning staan. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Adios. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.